Hallo allemaal, hallo. Welkom bij deze talkshow tijdens Dutch Media Week. En deze gaat heel specifiek over, ja, hoe financieren we de video's van de toekomst? Abonnementen. Abonnementen die Nederlanders nemen op allerlei videodiensten. Nou, om even dit in de tijd te zetten waarin wij leven. Het is oktober 2022. Ik kreeg afgelopen vrijdag bericht van Eneco. Onze energierekening gaat 3,5 keer omhoog. Dus wij hebben als gezin nu, oké, hebben we Netflix, Disney, Amazon, NPO Plus allemaal nodig? Hebben wij Volkskrant, NRC en Parool allemaal nodig? Nou, dit gesprek speelt in heel Nederland, in elke huishouden. Dus daar gaan we het over hebben. Abonnementen op video. Heel specifiek onderwerp. Fantastisch panel hier. Ik ga ze even introduceren. Sjoerd Pennekamp hier, directeur Stichting Kijkonderzoek. Hoeveel videoabonnementen heb jij zelf thuis, Sjoerd? Volgens mij heb ik er zeker 5. Dit is wel een overweging deze winter, of je ze alle 5 aanhoudt. Blijft, precies, zeker. Ja. Mezen Danawi, manager van NPO Start, NPO Plus. Wat heb jij allemaal aan abonnementen lopen op dit moment? Nou ja, als manager van NPO Start en Plus kijken we thuis eigenlijk alleen maar NPO. Oh. Nee, maar vanuit werk heb ik natuurlijk wel andere abonnementen. Daar kijk ik ook wel eens naar. Je hebt ze gewoon allemaal eigenlijk? Zo goed als, denk ik, ja. Ja, gewoon een bonnetje werk, onderzoek, studie. Ja. Ja. Snap het, hoor. Ralf Hoeks hier aan mijn linkerkant, zakelijk directeur van Cinetree. Hoeveel abonnementen hebben jullie thuis? Nou, toch zeker 5, 6 wel. Maar vooral ook voor een stukje marktonderzoek. En ook voor de kleine kids natuurlijk. Ja, wij zijn natuurlijk met z'n allen ook niet de standaard mediagebruikers. We zijn hypermediagebruikers. Maar desondanks, Maarten Walraven van Symphony, Head of Operations. Hoeveel abonnementen? Ik heb al heel lang heel veel abonnementen. Maar ik heb geen tv-abonnementen meer. Kijk. Dus dat is het grote. Ik heb geen het normaal tv-abonnement, maar ik heb dus wel alle andere dingen. En ook met kinderen kom je ook echt nergens vanaf. Want daar staat dan net dat ene filmpje op wat die week zo populair is. Ja, het is een interessante wereld. En nog even, dat is de laatste korte setting die ik dan geef voordat we erin duiken. Als we het over abonnementen hebben, de subscription, hè, SVOD wordt er langs, subscription video on demand. Daar heb je varianten bij, zoals YouTube is advertising-based video on demand. Dat is geen abonnement, maar dat speelt wel. En daar is een hele golf nieuwe bedrijven, komt ook de Nederlandse markt in, die dat probeert. En je hebt TVOD, dus dat is transaction video on demand. Dat is wat Pathé eigenlijk doet. Dat is video on demand waar je gewoon één film koopt op het moment dat je hem wil kopen. Even de setting. Maar Sjoerd Pennekamp, directeur Stichting Kijkonderzoek. Jij gaat ons eerst even meenemen in wat het Nederlands gezin in 2022, begin van 2022 weliswaar, doet. Waar kijken ze naar? Hoe kijken ze naar? Wanneer kijken ze naar? Je hebt fantastisch interessante data voor ons, dus ik geef jou even het woord. Ja, dankjewel Monique. Binnen de Stichting Kijkonderzoek, eigenlijk moet ik zeggen tegenwoordig binnen het Nationaal Mediaonderzoek, doen we op verschillende manieren eigenlijk onderzoek naar wat er aan media geconsumeerd wordt door de Nederlandse markt. En de eerste mooie bron die ik daarvoor heb is wat we noemen mediatrends. Mediatrends is een ontzettend groot vragenlijstonderzoek wat wij eigenlijk jaarlijks uitvoeren onder 8000 mensen. Het is echt een klassiek goed onderzoek waarin iedereen in Nederland eigenlijk kans maakt om daaraan deel te nemen. Heel anders dan veel online panels die je tegenwoordig ziet waarin heel veel gemeten wordt. En voor ons is dat eigenlijk de bron om te weten wat Nederland aan media gebruikt. En 8000 is ook echt wel genoeg om te kunnen... Zeker, het is een enorme sample. Veel andere onderzoeken die je online ziet hebben 1000 mensen online iets gevraagd. Wij hebben 8000 mensen in dat panel gestopt om eigenlijk ook de hele breedte van het mediagebruik te meten. En dat gaat over apparaten, over kabelabonnementen, maar ook over betaalde VOD-diensten die ze gebruiken. Dus... En hoeveel hebben... Ja, ik ben heel benieuwd. Hebben die mensen dan ook allemaal gemiddeld 5 hier aan tafel? 5? Dat gaan we zien, Monique. Ja, zullen we naar de cijfers gaan? Ik heb eerst even een staatje meegenomen. Ik zit even te kijken waar ik het zelf kan zien. Ja, hier, met het VOD-gebruik in Nederland. En hier zie je eigenlijk twee periodes die we genomen hebben. De meest linkerbalk is eigenlijk het hele 2021. En we updaten die cijfers altijd halverwege het jaar. Dus de tweede balk gaat over de tweede helft van 2021 en de eerste helft van 2022. Dus dat zijn verderweg de meest recente cijfers. En door je oogharen heen zie je eigenlijk al dat die cijfers niet heel erg van elkaar verschillen. Er lijkt niet heel veel ontwikkeling meer te zitten in het gebruik van media, van videodiensten, van betaalde videodiensten. Toch een beetje toenamen op alle... Zeker, als je naar die bovenste balken kijkt, dan zie je dat er toch nog net een paar procent meer mensen betaalde VOD-diensten hebben in die tweede periode als in die eerste periode. Het gevoel is misschien wel dat
Zo een beetje aan het... Ja, dat is denk ik het meest interessant aan deze cijfers. Waar we nou ja, lang dachten dat dit is echt een enorme groeimarkt. Iedereen gaat dit doen. Ja, is dat inmiddels wel in een wat trager vaarwater terechtgekomen. Ja. Er is echt heel hoop. Als we op de volgende sheet kijken, dan zien we namelijk het aantal VOD-diensten wat mensen hebben. En ja, dat zie je dus nog steeds toenemen. Hè. Die laatste balk, dat zijn 4 of meer VOD-diensten. Mensen zijn nog steeds, in deze periode althans, eigenlijk die VOD-diensten aan het slapen. Dit was voor de energieprijs natuurlijk. Dit is nog voor de energieprijs. Ja. Dus het is heel interessant om te gaan zien wat het effect daarvan is. Maar ik denk dat heeft dus 14% van de markt heeft ook meer dan 4 VOD-diensten waar ze voor betalen. Dat absoluut, is echt best veel. Absoluut. Ja, nee, ik weet Mees en ik ken elkaar wat langer. Wij hebben denk 10 jaar geleden zo dacht, nou, 2 VOD-diensten, dat zal dan toch wel de max zijn. Ja. Ik denk dat dat wel opgerekt is. En nou ja, ik denk dat er mensen misschien ook beter gaan kiezen van... Nou, dit past wel bij mij, dat past niet bij mij... in plaats van dat ze alleen maar hele generieke videodiensten nemen. En nou ja, een opvallend verschil, als we op de volgende sheet kijken... zit in hoe groot een huishouden is. Nou, hier aan tafel, ik vrees dat wij een beetje van dezelfde generatie zijn... allemaal kinderen thuis hebben. Je gaf het al aan, weet je, als je kinderen thuis hebt... die hebben natuurlijk interesse. Komt Disney er ineens bij? Dan moet je Disney hebben, want die hebben Frozen. Maar dan horen ze ook van een nieuwe release op Netflix. Misschien wil je kinderen graag wat betere films laten zien. Nou ja, dat is maar een oordeel, maar... Andere films. Ook andere films laten zien. En dan kom je misschien ook nog bij een dienst als Cinetree uit. Maar het is heel duidelijk, hè? 3-persoons huishoudens, dat zijn natuurlijk vaak huishoudens waar kinderen wonen. Dat zijn echt de grootgebruikers van VOD in deze cijfers. Ja. Als je dan kijkt op de volgende sheet naar de diensten zelf... Ook even die 2 periodes met elkaar vergeleken. Er zijn natuurlijk veel verhalen de ronde. Netflix is gebruikers aan het verliezen. Ja, dat zien wij in ieder geval nog niet terug. Nee, groeit nog steeds. Dat is waanzinnig veel. Hè? Het is ook echt duidelijk de dominante VOD-dienst in Nederland. Meer dan 60%, 64% inmiddels, heeft een abonnement erop. Videoland is een hele goede tweede lokale dienst. Bijna 25% van de gebruikers. Is wel knap, hè? Die verslaan gewoon Disney, Amazon Prime. Ja, zeker. Ja, die waren natuurlijk eerder op deze markt en hebben daarmee wel een positie voor zichzelf verworven daarin. En Disney en Amazon komen daar vlak na. NPO Plus staat hier tussen. NPO Plus is natuurlijk sterk verbonden aan NPO Start. Hè. Dus mensen die kunnen een uitbreiding nemen, daardoor een abonnement te nemen. Doet zo'n 10% van de Nederlanders. Ja, hieronder zit nog een hele reeks aan andere diensten. Want het zijn we gaan er het straks ook over natuurlijk hebben, want je kan in die niches ook allerlei nieuwe diensten ontwikkelen. Absoluut, absoluut. Ja, dus we houden er ook allemaal bij. Die vragenlijst moet elk jaar weer grondig geschoond worden. Er komen nieuwe diensten bij. Diensten gaan samen of veranderen van merk. Dus we houden dat er allemaal goed bij. Maar de algehele trend die je hier eigenlijk in ziet, is dat er nog steeds wel wat ruimte is om VOD-diensten toe te voegen. Een ander mooi onderzoek wat we hebben, wat we eigenlijk eind van het jaar, begin volgend jaar gaan lanceren, als ik de volgende sheet mag, dat is ons kijkonderzoek. Zoals mensen weten werken wij met een kijkkastje. En met een duur woord is dat een people meter. Onze nieuwe people meter ziet er eigenlijk uit als een tablet. En dat is niet gek, want het is ook een tablet. Maar die is helemaal geschikt gemaakt om televisie mee te meten. Die hoort als het ware alles wat er op die televisie afspeelt. In diezelfde huishoudens gaan we nu een ander apparaat plaatsen. Dat noemen we een routermeter. En die routermeter is echt een klein kastje. Die hangen we echt letterlijk aan je router. En die gaat dan al het IP-gedreven verkeer in je huishouden monitoren. En voor ons vanuit... Ik moet toegeven, ik snap dat het onderzoek nodig is. Maar wat voor gezin ben je als je denkt dat... Weet je wat, er is een kastje in mijn huis. Dan kan je alles zien. Al het IP-verkeer wordt getraceerd. Nee, dat is niet al het IP-verkeer. Dat is misschien goed om even uit te leggen. We hebben daar een whitelist voor aangelegd. Okay, dus we kunnen tegen de mensen zeggen, dit is wat we willen zien. En op die whitelist staan eigenlijk alleen maar... De rest maar, wordt niet bijgegaan. Nee, daar zijn we ook niet in geïnteresseerd. We hoeven niet te weten wie je bankiert of waar je kleren koopt. Maar willen we weten welke media je gebruikt. Dus dat kunnen we ook goed uitleggen. En er is eigenlijk weinig probleem met de acceptatie van die meter. Nou ja, voor ons erg interessant dus, omdat we al die vormen van VOD die jij al aangaf, daarmee kunnen monitoren. En die ook deel kunnen maken van het kijkonderzoek. Ja. En in de UK, in Engeland, op de volgende sheet zie je dat al gebeurt. En die hebben eigenlijk ook een nieuwe totaal bedacht waarop zij rapporteren. Dus wij rapporteren nu op een zendertotaal. Totaal van het kijken wat je doet naar zenders. En we hebben een tv-totaal. Zij hebben eigenlijk gezegd, nee, we gaan alles wat we kunnen identificeren, al is het geluid van de zender of via die routermeter, dat gaan we samenvoegen. En dat doen we ook op alle schermen. Ja, dat gaan wij ook doen. Okay. Dat komt hier ook aan. En dan zie je hier eigenlijk een aantal categorieën waarin zij dat in stoppen. Dus heb je total broadcaster. Dat zijn bijvoorbeeld de BBC's en de Channel 4's, maar ook hun VOD-diensten.
Ze hebben wat ze noemen SVOD en AVOD-diensten. Dat zijn met name de Netflix en Prime Video's. En ze maken dan een onderscheid tussen video-sharing-diensten. Dus een onderscheid dat ook in EU-wetgeving wordt gemaakt. Dus wat is dan een video-sharing? Een video-sharing zijn eigenlijk de platformen die geen inhoudelijke verantwoordelijkheid nemen over de content. Dus dat is YouTube, dat is TikTok. Dus daar kunnen gebruikers dingen plaatsen. Daar zijn natuurlijk ook regels aan gevonden. Je mag daar niet alles op... Een beetje een grijs gebied natuurlijk wel. Ja, dat is inderdaad een grijs gebied wat daar nou wel en niet mag. En dat kan ook zomaar verschillen van de een op de andere dag. Maar bij de andere diensten is heel duidelijk, die kopen zelf de content aan en vullen dat op hun platform. En je ziet hier, dat zijn eigenlijk drie categorieën die je dus ook samen kunt voegen. En in de andere kleurtjes zie je eigenlijk de schermen waarop dat plaatsvindt. En daar kun je hele leuke dingen mee. Op de volgende sheet zie je bijvoorbeeld hoe die diensten zich eigenlijk over die apparaten heen bekeken worden. En dan zie je dat TikTok is gewoon, daar is het mobiel platform mega dominant. Dat wordt bijna niet op de televisie gekeken. De tv-app bestaat ook pas heel kort natuurlijk. Dat is een ander ding. Dat is ook om te kijken of dat gaat... Zeker. Ja, dat is heel mooi dat je dit soort ontwikkelingen nu natuurlijk bij je kan houden. Je ziet dat andere diensten zoals Netflix, dat is eigenlijk echt een concurrent voor de televisiezenders op de televisie zelf. Natuurlijk kijk je dat ook nog even 's avonds op je mobieltje als je voor het slapen gaat. Nou, ik wil zeggen, ik heb twee tieners in huis. Die zijn op dit moment bezig om The Office voor de derde keer van de allereerste tot de allerlaatste aflevering te kijken op hun mobiele telefoon met oortjes op. Ja, en die zitten dan stevig in dat gele stukje daar. Nee, maar dat je denkt soms, niet even 's avonds. Het ligt eraan een beetje wie je bent. Hè. En ik denk dat hier zie je de doorsnede, dit zijn cijfers over 4 jaar en ouder, maar daar zitten natuurlijk allerlei mensen onder die weer unieke mediapatronen vertegenwoordigen. Ja, wij gaan dat zelf ook meten en we zijn er eigenlijk al mee bezig. Op het volgende plaatje heb ik eigenlijk een primeur voor jullie, waarin je eigenlijk kan zien hoe dat gebruik zich dus over een dag verspreidt. En ik heb hier even dienst A genomen. Dat is een vrij grote buitenlandse subscription, video on demand dienst. Ik noem verder geen namen. Best maar, wel groot. Het is een van de grotere. En je ziet eigenlijk hier het patroon, het kijkpatroon overdag volgt eigenlijk het patroon wat we heel goed kennen van televisie. Nou, in de nachtelijke uren wordt er sowieso weinig gekeken. Ja. Ochtends worden mensen wakker, neemt dat toe. Maar dat zit vooral echt geconcentreerd in de avonturen. In de momenten waarop je ook televisie kijkt, waarop je in Nederland überhaupt vrije tijd hebt. En die vul je dus voor een deel in met die VOD-dienst. De dienst B is ook een hele grote, maar minder groot op televisie. En die zie je eigenlijk dat die overdag iets meer gebruikt wordt. Maar in de avond eigenlijk af gaat leggen tegen waarschijnlijk zowel televisiezenders als tegen dienst. Dus mensen verhuizen van het scherm, s'avonds groot scherm, rest van de dag. Ja, en het mooie van de nieuwe cijfers is dat bijvoorbeeld de NPO, maar ook de andere collega's aan tafel eigenlijk ook goed kunnen volgen wat die andere diensten doen, op welke momenten en wanneer die nou bekeken worden. Kijk, wordt interessant als dat allemaal zo in detail door iedereen gezien en gedeeld kan worden. Ja, het is goed dat we het kijken ons ook weer verbeteren, zodat we alles meten wat er naar gekeken wordt. In de UK gaan ze nog een stap verder. Op de volgende sheet zie je dat heel mooi. Daar kunnen ze ook, houden ze ook bij welke shows er gekeken worden. Dus net als wat wij doen met het geluid van televisie, registreren ze eigenlijk het geluid van alle programma's in die catalogie van verschillende diensten. En kan je ook heel goed zien wanneer welke shows bekeken worden. En hier in de felgekleurde gebieden zie je eigenlijk de grote lanceringen op die shows. En zoals ze hier mooi zeggen, Originals Burn Bright. Die krijgen natuurlijk heel veel marketing aandacht en die trekken op een bepaald moment heel veel kijkers. Game of Thrones-achtige, hele grote lanceringen. Dat soort releases, Stranger Things, staat hier volgens mij tussen in het rood. Ja, dat zie je, dat trekt in één keer heel veel kijkers. Maar goed, je kunt niet alleen maar originals lanceren met enorme marketingbudgetten en productiebudgetten. Dus wat doen die diensten ook? Dat zie je op de volgende sheet heel mooi. Die kopen eigenlijk wat ze noemen library titles. Evergreens. Altijd. Ja. Die vullen gewoon hun catalogie met series. Zoals The Office, jouw zoons, die geven het net aan. Jongen, dat wordt enorm Office, goed bekeken. Friends, er zijn een paar van die series die door de jeugd continu opnieuw bekeken worden. Dus deze series die zijn wel goed voor tot 10% van het totale kijkgedrag. En dat is eigenlijk een soort continuïteit. 10% van het totale kijkgedrag gaat naar dit soort diensten, gaat naar dat soort... Het is niet alleen dat het heel interessant uit van de media-industrie perspectief, maar ook vanuit de cultureel perspectief. Er zijn dus series die in de brein van heel veel mensen aanwezig zijn en blijven, omdat ze nou continu elk jaar opnieuw bekeken kunnen worden. Dus cultureel erfgoed verandert helemaal. Zeker. Ja, dit wat we tijdloze content noemen. Dus dat is iets wat jarenlang nog steeds interessant wordt. Maar wat ik ook interessant vind om hiermee te laten zien, is eigenlijk dat zeker die grote Amerikaanse diensten niet per se heel veel verschillen van wat televisiezenders doen. Ja. Want dezelfde Friends
Friends-series worden natuurlijk al jaren ook op allerlei zenders herhaald. En hebben zo ook hun waarde eigenlijk voor televisiezenders bewezen. En ja, nu worden ze opgekocht door de VOD-diensten. En de VOD-diensten die moeten ook gaan programmeren. Die moeten ook nadenken over welke strategie pas ik toe. Wanneer zet ik een original in? Welke legacy content koop ik aan? Ja. Dus ik denk dat we... gewoon mediabedrijven die zijn media eigenlijk gewoon... we gaan een andere kant op. En het mooie is dat wij in het onderzoek dan bijvoorbeeld ook marktaandelen aan kunnen geven. En dat je misschien gaat zien dat Netflix een goed bekeken televisiezender is. En vooral interessant omdat veel Netflix en anderen die cijfers zelf niet willen delen. Nee, daar zijn ze wel druk mee bezig. Hè. We weten in de UK, Disney is daar al, neemt er al de echte kijkcijfers af. Maar die zijn bijvoorbeeld ook in gesprek met Netflix om eventueel toe te treden daar. Dus ook in die kant van de markt zie je eigenlijk wel een beweging richting meer de traditionele televisie. En de transparantie die wij kunnen bieden. Ja, en in die kant van de markt zie je ook allerlei partijen die toch nu commercials gaan overwegen. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Ik vind kijkcijfers sowieso interessant, maar de meeste anderen kijken vooral naar welke advertenties goed bekeken worden. Dus dat is ook voor dit soort partijen belangrijk. Ja. Top. Dat was hem. Nou ja, super interessant. En heel fijn dat dit nou ook te volgen is. En vooral die evergreen series die dan 10% van de markt gewoon zijn. Nou, we gaan even de andere drie sprekers hier aan tafel introduceren. En dat doe ik door ze individueel even te ondervragen over wat ze doen. En ik begin bij Mezen. Mezen Nawai, manager, NPO Plus. Start. Jullie hebben net gehoord dat jullie daar nog veel meer mee mogen gaan doen. Hè? Tot nu toe was het de catch-up service. Jullie mogen nou ook vooruit al dingen laten zien. Jullie mogen... Vertel even, wat is het nieuwe wat er gaat gebeuren? Nou, we zijn er heel blij mee. We hebben dit wat langer geleden aangevraagd. Het duurt even voordat je dat mag. Hè. De markt moet het ministerie moet even beslissen dat je... Ja, er zijn procedures over afgesproken. Ja. Dus dat hebben we netjes afgewacht. Maar we zijn natuurlijk wel al begonnen met het denken erover. En dat komt gewoon omdat we zien bij het publiek... dat er nieuwe behoeftes ontstaan. Mensen gaan steeds meer streamen. En wat we zien is dat daar nieuwe kijkbehoeftes in ontstaan. En ja, als publieke omroep wil je eigenlijk, dat is je taak gewoon... waarde teruggeven aan de belastingbetaler, aan je kijker... wil je ook in die kijkbehoeftes gaan voorzien. En wat zijn de belangrijkste en dat zagen we aankomen en daar wilden we op inspelen. En dat mocht even niet, omdat die procedures dan vast gevolgd moest worden. En dat mag nu, dus daar zijn we heel blij mee. En wat is het belang... Want jullie hoeven niet na te denken over van... hoeveel geld moet ik verdienen met deze serie of zo. Wat is de kijkbehoefte die jullie traceren... waarvan je zegt, daar moeten we echt iets mee doen? Ik bedoel, wat is het nieuwe? Binge-watchen heb je natuurlijk. Ja, absoluut. Maar... Dat is belangrijk. Je hebt meerdere vormen die je nu ziet. Hè, vooruitkijken van één aflevering, et cetera. Maar by far een boek in één keer uitlezen als je daar zin in hebt. Of een boekenlegger leggen en zelf bepalen wanneer je weer dat boek opent en leest. Hè, dat gedrag wat we... En de boekdrukkers natuurlijk al langer kennen, willen mensen nu ook met video. Ja. Sinds de komst van dit soort diensten. En ons publiek ook. Dus vinden wij dat we daar ook in moeten voorzien. Dus dat binge-watchen, ja, dat is by far het nieuwste gedrag waar je op in wil spelen. En hebben jullie dan ook, net zoals Sjoerd net dit zien, dat... Nou ja, goed, jullie zijn natuurlijk nog maar net met dat nieuwe soort, maar jullie hadden al die terugkijkdienst. Dus zie je daar ook diezelfde ontwikkeling, dat er een soort evergreen content is... die mensen jaar na jaar opnieuw blijven bekijken? Ja, absoluut. Ja? Ik bedoel, we hebben inmiddels 15 seizoenen Flikker Maastricht. En elk jaar weer stappen hordes nieuwe mensen, nieuwe generaties dus... Ja. gewoon bij seizoen 1, aflevering 1, in Flikker Maastricht. Ja. Nog steeds. En die gaan dan gewoon alles... kijken. En ik vind dat zelf heel mooi. We hadden het net over franchises uit het buitenland, hè? Friends, The Office en noem maar op. Maar wij als Nederlandse publieke omroep vinden het Nederlands product natuurlijk, dat is ons werk, ons werkterrein. Het Nederlands product, Nederlands cultuur, vinden wij heel belangrijk dat wij daar als een van de weinige Nederlandse partijen, eigenlijk van de grote, de enige Nederlandse partij nog, 100% Nederlands, dat we daar veel van blijven brengen. Ook in de nieuwe vormen van kijken. Ja. Dus ook Nederlandse series kunnen binge-watchen. En ook Nederlandse content via streaming tot je kunnen nemen. En worden die... Want jullie ontwikkelen zelf natuurlijk ook series. Worden die nu al ontwikkeld met in het achterhoofd... wat maakt een serie binge-watch waardig? Niet alleen het is een leuke serie, maar het is een andere manier van kijken. Hè? Je hoeft niet een week te wachten tot de volgende aflevering. Dus de complotlijnen zijn veel ingewikkelder. De personages... Jazeker. Ik denk, dit gebeurt veel specifieker in het werk tussen omroep en producenten. Of bij sommige omroepen in huis als ze het zelf produceren. Maar wij denken daarin mee in de zin van... wij programmeren dan wel iets wat we bingeable willen hebben. Omdat we het gevoel hebben dat het publiek dat wil.
Maar omroep en producenten zijn ook, ook bij ons, bij de NPO, bij de publieke omroep, zijn ze daar heel erg mee bezig. Ja. Over welke lengtes afleveringen moeten hebben. Hoe neem je de kijker mee van aflevering 1 naar 2. Eigenlijk, nogmaals, de metafoor van dat boek. Hoe schrijf je een heel spannend boek waar mensen ja, lekker snel willen lezen en echt erin stappen en er helemaal op in? Ja, en ook soort vrienden worden met personages. Dus alsof het concept van de soap ineens over allerlei andere genres wordt uitgevoerd. Ja. Want je wil weten hoe het verder ging met, weet je? Dat gevoel. En deze nieuwe kijkvormen, laten we eerlijk zijn, komen dus inderdaad met name vanuit Amerika. Maar aan ons de schone taak om als Nederlandse publieke omroep dat ook te vertalen of in gebruik te nemen voor Nederlandse verhalen. Ja. Dus ook binge-watchen naar Nederlandse content te laten plaatsvinden. En dan even, dat is de inhoudelijke, wat er allemaal te zien is. Maar de abonneekant ervan, want je moet dus wel betalen voor NPO+. Kun je even vertellen wat je nu moet betalen, wat je dan krijgt en wat er in de toekomst te krijgen is? Kijk, onze publieke taak is sowieso om zo toegankelijk mogelijk, het liefst gratis natuurlijk, Nederlandse content naar Nederlandse kijkers te brengen. Dat doen we ook. Onze core business zit ook op NPO Start. Hè? Dus je zult me vandaag ook veel meer horen praten over AVOD en over NPO Start dan over NPO Plus. Omdat daar ons focus op ligt. Ja. Alleen, we zien dat gedrag komen van binge-watchen bijvoorbeeld, om kijkbehoeften te noemen. En daar moeten wij extra rechten voor betalen om een serie bingeable aan te kunnen bieden. En dat paste niet meer in hoe wij NPO Start of uitzenden. Je koopt iets aan om het één keer uit te zenden, koop iets aan. Moesten we het nu aankopen om het jarenlang aan te bieden en ook nog eens alle afleveringen in één keer. Dat zijn gewoon andere rechten. Je kan dat eigenlijk het beste vergelijken met de DVD-rechten destijds, toen we nog DVD's kochten. En ja, die DVD-window of DVD-rechten, dat konden wij niet meer uit NPO Start betalen. Dus zijn we die vergoeding bij de kijkers gaan vragen die dat ook willen. Hè? Dus het heet niet voor niets ook NPO Plus. Het is een extra service naast NPO Start. Onze core business is NPO Start. Maar ben jij een NPO-kijker die graag meer NPO kijkt en ook alle afleveringen in één keer wil in plaats van wekelijks één op NPO Start? Ja, dan kun je een abonnement nemen en meer NPO kijken. En dat is op zich niet een heel duur abonnement? €2,95. €2,95, ja precies. En die prijs is heel bewust gekozen destijds, omdat we nogmaals de toegankelijkheid heel belangrijk vinden. En aan de andere kant ook niet te goedkoop konden worden. Vond men, denken wij, ook terecht bij het ministerie, omdat we anders de markt ook Want jullie hebben ook internationaal zouden concurreren. Het is niet alleen maar NPO zelf gemaakt, die hebt van alles. Dus we moesten ook met een prijs de markt op waarmee we niet concurrentie vervalsen naar de rest van de markt zouden zijn. En dan kom je op zo'n 2,95. En dan ga ik naar de andere gast. En jullie gaan nu ook speciaal content maken voor NPO+. Ja, naarmate het kijkgedrag meer verschuift naar streaming, zie je gewoon dat daar nieuwe behoeftes ontstaan. Nieuwe verhalen, nieuwe helden. Maar ook verhalen die anders verteld worden en niet per se geschikt zijn voor lineaire uitzending. En die behoefte, daar wilden wij in voorzien. En daar hebben we recent dus een goedkeuring voor gekregen om dat te mogen doen. Dus wij gaan nu die verhalen specifiek voor streamingpubliek brengen. Wat zijn de nieuwe vormen eigenlijk die daar passen? Ja. Ook nieuwe publieksgroepen die veel meer via streaming te bereiken zijn. Ja, interessant. En hoeveel abonnees zijn er? Aan het begin van het jaar hebben we gemeld dat we ruim 600.000 hebben. En we verwachten binnenkort een mooie nieuwe mijlpaal te bereiken. Gaan dan die nieuwe mijlpaal... Nieuwe mijlpaal. Dat klinkt naar 999.000. 10,9% van de Nederlandse bevolking maakt Jullie samen, Sjoerd laat ook niks ongemeten. Nou, we gaan het kijken. Dus je hebt de grote internationale streamers waar we al wat over geleerd hebben. De Nederlandse publieke omroep en NPO Plus waar we wat over weten. We gaan kijken naar twee nieuwe bedrijven. Of nou ja, nieuw. Ralf Roeks is met Synetri eigenlijk al een hele tijd bezig. Ralf, super fijn dat je hier bent. We gaan eerst even naar de video kijken om Synetri te introduceren. You mentioned
Nou, zien het, ja, jullie bestaan al best wel een aantal jaren. We hebben hier ook Hanna Verboom, de oprichter, ook een keer ondervraagd over de plannen. Jullie bieden een heel bijzonder pakket. En jullie zeggen niet, we gaan juist heel breed. Nee, we gaan juist smal, we kiezen. Vertel even hoe dat gaat. Wat krijg je nou eigenlijk? Ja, Synergy staat inderdaad al 7, 8 jaar geleden. Mijn vrouw, Hanna Verboom, heeft het destijds opgericht. En de laatste 2, 3 jaar doen we het samen. Met alle uitdagingen die daarbij horen. Familiebedrijf. Het is inmiddels een familiebedrijf. Ja. En hopelijk neemt onze dochter het over 20 jaar over. Maar nee, wij zijn al 7, 8 jaar actief. En ooit begonnen vanuit het stuk... Nou, eigenlijk dat er heel veel consumenten met keuzestress waren. Inmiddels ook keuzestress tussen streamingplatformen. Destijds waren eigenlijk alleen nog Synergy en Netflix de eerste die een abonnementsmodel aanboden. Synergy biedt naast SVOD ook TVOD, ook huurfilms aan. Maar we zijn eigenlijk juist inderdaad gaan zitten op dat stuk curatie. Een hele kleine selectie van maandelijks zo'n 10, 15 nieuwe films aanbieden. En die voorzien van extra context. Ja. En extra context kan dan een interview zijn? Ja, of ja, elke film wordt ingeleid door een liefhebber, door een maker, door een bekende Nederlander. En daarnaast bieden we filmartikelen, events, filmclubavonden. En willen we eigenlijk dat elke film goed wordt ingeleid en het liefst ook lang over wordt nagepraat. Want het breidt zich dus uit van een on-demand videodienst naar inderdaad film kijken in een park met heel veel mensen, bij elkaar komen. Het is echt voor de liefhebbers van deze films. We hebben het over abonnees. Hoe werkt dat met abonnees? Kun je iets vertellen over hoe je mensen binnenhaalt? Is dat nog steeds, want het is natuurlijk veranderd. Eerst was het Netflix of Synergy of gewoon tv kijken. Nu is het... Nou ja, het zijn er geloof ik nou 15 of zo in Nederland. Maar het zijn er oneindig veel diensten die er zijn. Die ook een abonnement nemen op films over het spoor. Ik bedoel, toch steeds gedetailleerder en specifieker. Hoe vertel je dat verhaal aan je publiek? Nou ja, wij zitten natuurlijk in een hele interessante analyse van Sjoerd. Maar wij zitten natuurlijk in een hele andere niche. Dat we niet richten op die 7 miljoen huishoudens... waar de grote streamers of de publieke omroep zich op richt. Maar wij zitten misschien... in die filmhuisfilms en arthousehoek met een 100.000 of een 200.000 mensen die daar specifiek in geïnteresseerd zijn. Daarbinnen zijn we een van de grotere spelers. En zijn voor ons eigenlijk de traditionele manieren om mensen te converteren of mensen te bereiken. Dat is via onze socials. En we hebben zowel via Hanna, maar ook via onze bekende groep ambassadeurs hebben we een grote following. We splitsen eigenlijk ons bestaande abonnees uit tussen betalende abonnees en onze community. We hebben een grote community die we dagelijks bereiken. Vooral via mailings, maar ook via diezelfde socials. Maar eigenlijk onze belangrijkste manier om nieuwe mensen te bereiken... is dat we ook de laatste jaren eigen content zijn gaan maken. In ons geval is dat met hele kleine budgetten en is dat hele korte content. Maar zijn dat altijd documentaires of campagnes rondom... actuele thema's. Ja. En dat is voor ons eigenlijk, dan zien we dat we alle marketingkanalen daarin proberen aan te draaien. En dat gaat vooral met veel rondom PR. En dat proberen we 3, 4 keer per jaar te doen en daarmee extra leden binnen te halen. Het doel in dat geval is ook niet alleen maar abonnementen verkopen. Het is eigenlijk om mensen actief te maken op een bepaald dossier. Jullie hebben wat dat betreft een... niet alleen maar hoe draaien we een goede dienst met voldoende inkomsten. Jullie hebben daar nog een extra wens bij. Ja, en ik denk dat dat altijd al de wens was van Hanna. Dat dat altijd ook wel haar gedachte was. Maar we zijn eigenlijk steeds meer de afgelopen jaren... zijn we een impact media tak gaan ontwikkelen. Dat we zeggen, we willen rondom die actuele thema's... en dat kan zijn mentale gezondheid of klimaat of migratie of rouw. En dat zijn altijd persoonlijke verhalen van mensen vanuit ons team of vanuit ons netwerk. Vorig jaar verloor onze programmeur haar moeder en besloot toen een documentaire rondom rouw te maken. En dan proberen we eigenlijk daarmee, met zo'n documentaire, proberen we partijen aan te schakelen of aan te sluiten. Dat zijn partners, maar het liefst zouden we ook bijvoorbeeld een NPO... dus ik ga daar met Mezen nog even... Direct even meteen, ja. Maar dat je zegt, van hoe kunnen we, want vaak worden er, zeker in onze hoek van arthouse films, er worden producties gemaakt die soms wel een budget hebben van meer dan 1 miljoen, maar een paar duizend keer bekeken worden. Wat voor mij, en ik ben redelijk nieuw in deze wereld, echt een eye-opener was. Maar ik denk dan, wat zonde, er zijn zulke goede verhalen die verteld moeten worden, maar die niet het goede publiek bereiken.
En dat heeft deels te maken dat we ook in een sector werken die best wel wat heilige huisjes heeft en vrij traditioneel is. En daarin proberen wij wel af en toe wat idealistisch, wat naïef of wat rebels proberen wij maar dat te doorbreken. Het is heel knap dat je met in het geweld van abonneediensten sowieso staande blijft. Maar ook dat je daar dus ook nog je eigen producties in kan ontwikkelen. Ja. En ook je eigen events gaat doen. En op hoeveel abonnees heb je nodig om dit te kunnen draaien? En hoeveel heb je er? Ja, voor ons is het, wij hebben op dit moment, het varieert, het is heel klein. Het varieert tussen de 7 en de 10.000 betalende leden per maand. We hebben een community van een paar honderdduizend mensen die we dus bereiken met onze campagnes. Ja. En daar probeer je telkens weer mensen toe te voegen aan je betalende lid. Dat is je bron waar je nieuwe mensen... Het is heel klein. We zijn inderdaad al een paar jaar denk ik een van de weinige streamingdiensten die op eigen benen kunnen staan. We hebben geen funding. Wat we wel doen is dat we met zoveel mogelijk impact partners, en dat kunnen zowel NGO's als bedrijven zijn, die met ons meewerken om zo'n campagne of een productie mogelijk te maken. En dan kunnen we ook snel gaan. Dus dan kun je binnen 3 tot 6 maanden kun je een korte productie gemaakt hebben. En dat is in de sector snel. En zo proberen we eigenlijk een beetje daarin anders te zijn dan anderen. Ja, maar het is geen binge-watcher. Nee. Ik denk, het moreel besef bij ons. Wij zijn vrij idealistisch misschien daarin. En denken, wij zijn happy binnen Synetry als mensen 2 of 3 films per maand kijken. Ja. En we weten dat bij grotere streamers dat het aantal uren per dag schermtijd, dat een van de belangrijkste KPI's is. En wij krijgen daar een beetje kromme tenen van. Ja, dat is niet wat jullie willen. Nee, dat is niet wat wij willen. Andere... Heel goed. Ja. Nee, maar een hele bijzondere en specifieke insteek. We gaan direct verder over die abonnees en dat werven zo. Maar we gaan even door naar Maarten Walraven, Head of Operation van Symphony. Vorige week gelanceerd. Vorige week gelanceerd. Dus we hebben een nieuwtje hier, Ja. Vertel. Oh nee, we gaan eerst naar de video kijken. Excuus. Eerste video. Anticipation. Fragments of tones. A subtle tension in the air. The audience hold their breath. Then the conductor orchestrating a mass symphonic sound of joy, excitement, and unheard tears. Symphony is classical music to be heard, visible to be seen. Stories well worth knowing. From any country, stage, performance, orchestra, artist, or composer. For everyone to enjoy. Be the live audience of your favorite symphonic music at your home. Symphony. Can't get any closer. Ja, klassieke muziek. Klassieke muziek. Rond 5 orkesten die al meewerken. Dat worden er vast nog meer. En dat als abonneemodel. Hoeveel moeten mensen betalen om dit te mogen zien? Het is het standaard tientje per maand idee. Of een jaarabonnement van €100. Grappig genoeg zijn er meer mensen die op dit moment een jaarabonnement nemen al meteen dan een maandabonnement. Dan onze verwachtingen. Ja. Daarnaast, we werken dus met orkesten samen, zoals je zegt. Dus we willen eigenlijk een soort van de Champions League van orkesten zijn. Dat doen we wereldwijd. Dus we brengen de beste orkesten ter wereld. Dus dat is het Concertgebouworkest in Nederland, maar ook London Symphony Orchestra, of de Royal Stockholm Philharmonic, of de Czech Philharmonic, of de Orchestre Symphonique de Montréal. Nou goed, dat gaat dus de hele wereld over. En we willen eigenlijk, wat dan in de mediawereld zo'n leuke netwerkeffect heeft, of in de techwereld netwerkeffect heet, willen we ook via hun naar hun achterban. En dan op die manier Het concertgebouw moet alle kaarthouders eigenlijk... Als zo'n orkest dus een abonnee binnenbrengt, dan delen wij de helft van de inkomsten weer terug naar het orkest. Oké. En andersom, de kosten. Want we hebben het over video-opnames van klassieke concerten. Ja. Dat is... Hebben jullie het over een gigantisch archief van video-opnames? Of gaat het vooral over de nieuwe opnames, de laatste versies van... Nou, er is een archief, er is een catalogus, er is een bibliotheek, noem het wat je wil. Er zijn een paar honderd titels, sowieso platform beschikbaar altijd. Maar we zijn vooral geïnteresseerd in de originals. Dus we doen wel echt alsof we Netflix of Disney of zo zijn. Nee, je hebt je eigen originals. We hebben onze eigen originals. Ja. Dat doen we dus samen met een orkest. Dan nemen zij gewoon een concert op. Maar daar doen ze allerlei dingen omheen. Interviews, behind the scenes, pianostemmers. Ze mogen laten zien wat ze willen. En dan creëren we eigenlijk een avondvullend programma.
En nou, ik noemde de Champions League al, maar we hebben dus... ja, eigenlijk hebben we iets met sport. Want daar kijken heel veel mensen naar. Dus na afloop dan hebben we eigenlijk een soort tafelgesprek zoals dit. Dat noemen we Symphony Insiders. En dan praten mensen na. En dan is Dominic Seldes, die kennen we allemaal hier in Nederland wel, ja, natuurlijk. Ja. Onze host. En dat, ja, zo maken we een soort van avondvullend programma waar mensen dan gewoon... Oh, maar dus zelfs dat er in Stockholm wordt iets opgenomen, dat uitgezonden... en dan zit er gewoon hier in Amsterdam, ja, aan tafel met wat mensen. Ja. Wat was het mooi, maar die trombone ging niet goed. En... Ja, ja, zoiets. Ja, nee, met echt, ja, muziekkennis. Ja, nou echt muzikale kennis, echte analisten. En, maar ook gewoon ja, toch de verhalen. Ik bedoel, afgelopen zaterdag hadden we de Czech Philharmonic met Michael Tilson-Thomas... En Michael Tilson-Thomas is oud en ziek, dus heel bijzonder dat hij daar nog stond. En dan gaat het daar ook over natuurlijk. Hè? Dat, ja, zijn de persoonlijke verhalen. Ja. Ja. Oh, dan komt, binnenkort komt er een gossipprogramma bij en dan komt er een... Ja, we gaan van alles en nog wat doen. Hoeveel... eerst nog even over het model. Dus die orkesten moeten meewerken. Ja. En zij verzorgen uit de hele opnames. Dus die hebben gewoon budget om goede opnames, ja, te maken. Ja, dat budget komt wel van ons. Oké, okay, oh, jullie geven, ja, ze geld om de opnames te maken. Ja. Want ik neem aan dat de geluidsopnames, dat daar nog wel een kantje hogere kwaliteitseis aan ligt dan bij... Ja, die, andere... sowieso, die orkesten zijn, hun kwaliteitseisen zijn sowieso heel hoog. Ja. Dus daar hoeven we ons echt geen enkele zorgen over te maken. Het liefst zouden zij al met Sennheiser, Ambeo of Surround Sound 22 kanalen op ons platform zitten. Dat kunnen wij nog niet. Oh, nou. Ja, dat is gewoon, we hebben een minimum viable product, zoals dat dan heet. Ja. Maar dat is wel een doel. Dat is wel waar je naartoe wil werken. Ja, natuurlijk. Ja. 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 En want je gaat echt voor de top van de mensen die dit... Want heel veel van deze concerten in allerlei vormen kun je gewoon online vinden. Hè? Ik bedoel, het is, ja, niet een geheime stash van video's, nee, die jullie niet hebben. Dat is gewoon publiek materiaal. Ja, en ja, goed, ja, als je gewoon klassieke muziek wil kijken en je wil gewoon een symfonie luisteren, ja, dan hoef je bijna niet voor te betalen. Er zijn zoveel mensen die dat gratis beschikbaar stellen. Ja. Daarom, net als Synetry, zeggen wij context, storytelling, ja, verhalen vertellen. Dat is wat mensen geïnteresseerd maakt. En ook bij iets als klassieke muziek is dat zo nodig. Want daardoor denk je van, oh, maar daarom is dit dus leuk. Ja. Weet je wel, ja, daarom wil ik daarnaar luisteren. Ja. Ja. Hoeveel abonnees heb je? Je bent vorige week begonnen, dus ja, hoeveel je er nu hebt? Ik weet niet of je daar iets over mag zeggen. Nee hoor, dat is allemaal, nee, nog heel erg in de kinderschoenen. En dat, maar hoeveel heb je er nodig? Hoeveel heb je er nodig om dit... Er is hier wat context nodig. Er zijn andere diensten. En die hebben er in al hun tijd dat ze bestaan nog niet zo heel veel verzameld. Maar er zijn 500 miljoen mensen in de wereld die aangeven... Ik ben geïnteresseerd in klassieke muziek. Ja, en dat ik komt uit daar een dek voor de investeerder. Hè? Door dit is het ding. Markt. Ja, en wij willen daar, let op, 0,0024% van. Oftewel 1,2 miljoen. Ja. En dan doen we het, ja, fantastisch goed. Ja, ja. Maar, als ja, we... maar die moeten dus ook betalen. Die moet je vinden, ja, je moet ze binnenhalen. En dit dan, is een super internationaal publiek ook. Dus het, ja, is een internationaal niche waar je op gaat richten. Ja. Die, ja, 100 euro per... dat geldt eigenlijk voor jullie allebei, want ik wil even praten over dat abonnee werven. Ik ben zelf bijvoorbeeld betalend lid van Follow the Money en De Correspondent. En mijn gevoel is dan, dat doe ik omdat ik vind dat ze goed werk doen. En op het moment dat ik betaald heb, hoef ik het ook niet allemaal meer te lezen. Het gaat mij erom dat het bestaat en dat ik help met het, ja, bestaan van die dingen. Dat kan ik bij jullie diensten ook wel een beetje voorstellen. Dat jullie gelukkige betalende abonnees hebben die eigenlijk zelden kijken. Nee, helemaal eens. Ja. Ik denk dat bij ons misschien wel de helft van onze betaalde abonnees inactief is. Ja. Misschien de laatste 3 maanden geen film gezien heeft, maar... Gewoon fan van Synetry. Ja, part of the community willen zijn en ons een warm hart toedragen. En ik denk dat inderdaad een correspondent datzelfde ziet. Ja, ja, ja. Ja, precies. Kijk, en voor, bij ons zal dat dus vooral zijn met wat wij dan die patron subscribers noemen. Hè? Dus die mensen die zich via een orkest inschrijven. Want het is gewoon omdat het gros van dat geld gaat toch terug naar dat orkest. Ja. Dus, en ze steunen dus al hun lievelingsorkest. En wat ik verwacht is dat dus ook als je het over het KCO hebt... dat niet de gros van de mensen daar uit Nederland zal komen. Maar dat dus mensen in Japan, ja, of Zuid-Korea of Australië zullen zijn... die denken, ja, maar ik vind dat concertgebouworkest, dat zie ik dan en dat vind ik fantastisch. En die wil ik eigenlijk ook. Elke conservatoriumstudent wereldwijd zou verplicht, nou, toch? Ja, sowieso. Nou ja, wel een goede punt. En aan jullie kant, het werven bij de NPO. Werven jullie actief? De NPO Plus is een soort upgrade, hè? Van, ja, het is dus een extra service op NPO Start. Je kan meer NPO kijken dan NPO Start, terwijl dat al heel veel is, inderdaad.
Maar wij doen het ook kalmpjes aan. Als je ons vergelijkt, denk ik, met de grote commerciële streamingdiensten. Dat is hun bestaansrecht, dat is hun verdienmodel. En nogmaals, bij ons is het een extra service erbij. Dus we bieden het natuurlijk aan. We vertellen wel wat er op te kijken is. Dit is erop te zien, dit is de extra service. Maar we zitten er niet zo gejaagd in als de grotere SVOD-diensten. Nee. Vanuit de publieke omroep vinden we dat ook logisch. Dat we wel zo'n extra service hebben, omdat die kijkbehoefte nogmaals is ontstaan. Maar ons niet opeens als een commerciële speler gaan. Maar goed, je wil natuurlijk wel dat iedereen weet dat hij er is. Dus je kan zo... Ja, dat sowieso inderdaad. Ja, want het is de mogelijkheid van een collectief gefinancierd instituut als de publieke omroep. Ja. Maar je kiest als kijker in Nederland zelf of je naast NPO Start ook nog eens meer NPO wil. Of per se al die afleveringen in één keer wil. Ja. En dus een abonnement neemt. Nou, en geen reclame natuurlijk. Dat denk ik bij NPO Plus best wel een belangrijke. Dat je toch niet die 1-2 reclames hebt voordat je kan gaan kijken. Maar dat je gewoon denkt van €3. Ja. Dan hoef je geen reclame meer te kijken. Ja, dat is zeker ook een reden. De irritatiefactor van die dubbele reclame. Niet jouw schuld, maar... Ja. Ik ga niet over de sterren. Nee, maar dat is wel, volgens mij is het dat is wel een reden, ja zeker. Ja. Ja, we zien het overigens wel als reden, want dat vragen we uit, zien we dat wel steeds minder een belangrijke reden worden. Om. Het is vooral het kijkgedrag ook. Ja. Ik wil op de nieuwe manier van kijken. Ja. En voor mij is dat Ramvlucht nu in één keer in zijn geheel. En niet elke avond één aflevering. Ja. Of wekelijks. Ja. Nou, want jij had het eerder. Je begon zeg maar met... We zitten in een squeeze met z'n allen. We moeten meer geld uitgeven aan van alles en nog wat. En dingen worden duurder. En inflatie, weet ik veel wat. Maar wat ik dus denk, is dat... En nou, dit gaat denk ik vooral voor dingen als Synetry en Symphony. Zijn een soort luxe producten die het juist goed gaan doen de komende tijd. Want als je dus kijkt naar onderzoeken, en dat dan minder zeg maar kijkonderzoek, maar onderzoek van bedrijven en instituten die daar op richten. Wat gaan mensen nou doen? Yeah. Mensen gaan minder uit. Yeah. Mensen gaan dus meer thuis zijn. Want als je dus zeg maar je Spotify opzegt bijvoorbeeld, dan heb je geen muziek meer. Dat is echt wel definitief, dat is zwart-wit. Ja, daar zegt niemand op. Die zullen daar niet zoveel last van hebben. Nee, maar je kan wel minder uitgaan, weet je wel. Eén keer minder uit eten scheelt een heleboel geld. Ja. En dan zit je dus meer thuis. En dan denk je dus van, maar thuis wil ik mezelf wel verwennen. Dus ik ga dan minder naar het concertgebouw toe. Maar dan neem ik wel een abonnement op Symphony, want dan krijg ik... Er is een heel klein beetje wishful thinking in misschien, maar... Nee, joh, dat denk ik helemaal niet. Echt? Je denkt echt dat het weer thuis zitten... Ja. Maar we hebben natuurlijk net 2 jaar pandemie achter de rug met thuis zitten... waar jullie waarschijnlijk ook veel groei van hebben gehad, toch? Zeker. Dit soort dat mensen denken van, dan koop ik maar. Ja, oké. Okay. Ik vind daar een plausibel verhaal, hoor. Wel voor een deel, het rijkere deel van het land, denk ik. Ik denk dat als je... Ja, bij de lagere sociale klasse is het echt bar en boos op dit moment. En die moeten echt keuzes maken op tot €3, €5 per maand aan toe, hoor. En daar zullen ze wel selectiever worden. Maar ik denk voor het rijkere deel van Nederland kan dit wel degelijk een reden zijn van... Ja, dan gaan we maar minder naar de bioscoop en dan gaan we thuis maar meer eigen thuis bioscoop creëren. Maar ook daar moet je blijven leveren. Dus je moet telkens de hoogste kwaliteit bieden. Ja. Dus zowel in je evergreens moet je blijven verrassen. maar je moet ook gewoon met je eigen content of met je eigen campagnes... non-stop inspelen op actualiteiten of op het juiste moment... de juiste content afpoetsen of zelf maken. Ja. Dat als wij zelf achterover gaan leunen, dan... Nou, zeker voor jullie diensten, hè, die niche-diensten, daar gaat het eigenlijk... Het zou fout zijn om daar helemaal transactioneel over na te denken van... oh, iemand zit thuis, wil iets hebben, koopt het en kijkt het. Het gaat er heel erg om, er is een community omheen, er is een gedachte omheen. Ik ben fan van iets, ik zou mij niet verbazen als in die niche-kanalen... ook nog veel meer fankanalen gaan ontstaan rond bands, acteurs. Je kunt heel veel sub-niches vinden met heel veel fans... waarbij de fan gewoon denkt van, ja, dat is mijn geld. Daar wil ik geld voor uitgeven. Ja. Dat is mijn community, daar wil ik bij horen. En heb je aan de andere kant die hele grote. Ik vraag even aan Sjoerd, want we hadden het in het begin al even over. Je hebt natuurlijk ook die, zoals Pathé of jullie ook... dat je gewoon een film huurt, video on demand, je betaalt per product. Of die advertentiewereld die nou de video on demand markt ook aan het inkomen is. En dan hebben we het niet alleen meer over de YouTubes van de wereld... maar Videoland is ermee aan het experimenteren, Netflix heeft het erover. Wat zie je daar gebeuren? Want er komt dus een heel segment bij eigenlijk. Ja, zeker. Nee, dit is,
Dat is al lang sprake van geweest natuurlijk, van wanneer gaat dat gebeuren? En Netflix heeft al heel lang geroepen, nee, dat gaan we nooit doen. Maar ja, er waren al heel lang cases in de markt die lieten zien dat het een enorme upsell kan zijn. In Hulu bijvoorbeeld in Amerika, die deed het eigenlijk al veel langer. Hè? Dus je kunt betalen voor een volwaardig abonnement. Of je kunt ook een abonnement accepteren met advertenties. Ja, ja, die verdienen gewoon veel meer op die klanten die ook die advertenties accepteren. En dat is natuurlijk wel wat je ziet als de grenzen van de groei, autonome groei, bereikt zijn. Dan is het natuurlijk zaak dat je meer waarde uit het platform gaat halen wat je al hebt. Ja, en dat kan dus door de advertenties te gaan tonen. Als ik het hoor, dan zet Netflix ook hoog in. Ja, hele hoge enorm. Ja, het is, in de buitenlandse pers noemen ze dan een Dutch auction, een Nederlandse veiling. Dat is hoe wij dat doen. Dan gaat de klok lopen, dan gaat hij naar beneden. Ja. Dat is een beetje dat wat Netflix lijkt te doen. Van, nou, ik zet er hoog in en dan kijken we wanneer er voldoende mensen... Ja. Maar ja, het interessante is natuurlijk, en dat geldt voor alle, zowel de niche-video-on-demand-diensten als de hele grote. Ze hebben gewoon veel meer informatie over die kijker dan een traditioneel kanaal wat dingen op een bepaald moment Ja, dat is niet helemaal waar, hè? Kijk, want Netflix weet heel goed wat mensen doen als ze Netflix kijken. Maar ze hebben geen flauw idee wat de mensen aan het doen zijn op de televisie als ze niet naar Netflix kijken. Ja. En dat is denk ik ook de redenen waarom ze uiteindelijk aan willen sluiten bij diensten als een kijkonderzoek. En die heb je in elke moderne markt, heb je zo'n dienst. Om ook te kunnen zien van wat gebeurt daar. Het interessante in de Britse markt is dat de BBC's en de Channel 4's van deze wereld nu eigenlijk kunnen zien wat er gekeken wordt op die diensten. En wat er op hun eigen platformen gezien wordt. Dus dat die eigenlijk veel beter een soort counterprogrammering in kunnen richten op Netflix. Dan Netflix op de BBC. Want die weten helemaal niet hoe er naar de BBC-programma's worden gekeken. In detail, hè? Ik bedoel. De hoofdlijnen zijn wel te volgen. Oké. Nou, ja, want ik zou denken van je weet wanneer iemand wakker wordt, wanneer iemand slaapt. De VOD-diensten hebben meer idee van wat mediagebruikers door de dag heen misschien. Maar inderdaad niet alle andere informatie. In algemene zin. Maar ze zien natuurlijk pas echt wat er gebeurt als iemand bij hen inschakelt. Maar ja, als ze niet inschakelen, waarom schakelen ze nou weg? Wat was er dan? Nou, is die abonnee... de hele mediamarkt is een markt van data op alle niveaus. Over de consument, over het product, over alles. Hoe traceren jullie die abonnee? Zijn jullie daar individueel mee bezig? Het is misschien te klein of te... Maar je kunt jullie hebben een hele grote sociale media community. Daar kun je heel veel informatie uithalen. Jij weet waarschijnlijk waar over de wereld iedereen zit en welk moment ze straks in de klassieke muziek... Wordt dat gebruikt? Gaan jullie daar ook later reclames op? Nee? Nou, ja. Kijk, voor klassieke muziek is het een beetje een doodzonde. Dus, kan me niet voorstellen dat wij straks met een midroll komen, zeg maar. Op het moment van... Ja. Nee, dus reclame zit zeker niet in het gedachtegoed. Op dit moment, maar wel sponsoring. Nee, met reclame denk je aan commercials, maar er zijn natuurlijk andere vormen van samenwerkingen. Okay. Ja. Shirt sponsoring? Ja. Nee, bij ons hetzelfde. We hebben ditzelfde, ik sluit me daarbij aan. We hebben een volledig advertentievrij platform. Je hebt wel heel veel data, dus je kunt wel veel. Maar daar moet je ook de resources voor hebben om daar echt goed in te duiken. Zeker altijd heel interessant wat gebeurt er in de eerste 14 of 30 dagen van een abonnement. Daar zitten toch altijd de grootste churn. Maar, als ze daar niet kijken, dan gaan ze er weer uit. Ja, en dat is natuurlijk anders als je fan-based bent. Maar dat is wel de data die voor ons heel belangrijk is om te trekken. Ja. Ik krijg een seintje dat ik langzaam al moet afronden. Dus ja, er zijn er zoveel dingen om te bespreken. Maar afrondend, ik ben heel benieuwd wat het komende jaar gaat gebeuren. Nou, jullie natuurlijk ook. Nu Nederland moet beslissen, en elke Nederlander moet beslissen over zijn huishoudbudgetten, maar dit jaar nog wel wat grondiger dan anders, wat er gaat gebeuren. Afsluitende woorden. Sjoerd, wat denk jij dat er gaat gebeuren? Waar ik heel erg nieuwsgierig ben, is wanneer er een bundeling gaat ontstaan van diensten. Dat je kabelabonnementen hebben natuurlijk al heel lang het concept van je neemt niet 10 kanalen af en je neemt er 50 af. Daarvan kijk je misschien maar 10 regelmatig. Met de hoeveelheid diensten die je nu op de markt ziet komen, kan het niet anders dat ergens een consolidatie gaat ontstaan. Dus worden die onderdeel van je kabelabonnement, ga je dan je pluszenders wegdoen, gaan partijen samen optrekken. Dat ben ik heel nieuwsgierig naar om te zien wat daar gaat gebeuren. Saturatie, dat laat jij ook net zien. De cijfers, dat begint te komen nu, daar zien we de eerste tekenen van. Gevolgd door, inderdaad, consolidatie. Ja. En het gevolg zal toch wel een shake-out in de markt worden, hoor. Ik denk niet dat... We hebben natuurlijk nu de fase, laat duizend bloemen bloeien maar.
Je denkt niet dat de kijker gaat in deze financiële onzekere tijden die gaan komen, gaat de kijker echt kiezen, wereldwijd ook. Ja. Er komen moeilijke financiële tijden aan, onzekere tijden in ieder geval. Je zal aan de achterkant ook zien dat er minder venture capital ingaat in Amerika bijvoorbeeld. Dus het aantal originals en de kwaliteit ervan zal ook even op de rem gaan. Ja. En dan gaan kijkers echt wel kiezen. En dan zal er een shake-out gebeuren. Ik denk niet dat alle partijen deze onzekere tijden die aankomen gaan overleven ook vrees. Ja. Ja, des te belangrijker is het, zeg ik dan vanuit een publieke omroep, dat we wel ook publieke diensten houden. Ja. Want dat is een garantie. In onzekere tijden is het altijd goed om je eigen publiek ding ook te hebben. Schermen. Die blijft bestaan. Zekere tijden van zekere tijd. De gouden tijd dat allerlei internationale partijen Nederlandstalige originals wilden hebben om diensten te verkopen. Die is al voorbij. Ja, ja. Ja, ze moeten het wel, hè? Ja. Ze moeten 30% Europese aanbod op je platform hebben. Dus ja. Maar hoe enthousiast ze erin stappen. Ja. Ook al wordt er nooit gekeken. Ze moeten het gewoon hebben. We zetten het in een hoekje. Kan ze bij jullie kunnen kopen. Afsluitende woorden voor jullie. Waar denken jullie? Wat gaat er gebeuren het komende jaar? Nou, ik sluit me volledig aan daar. En voor ons is het natuurlijk een hele interessante, misschien ook een beetje meer wishful thinking. Maar komt er op een gegeven moment een omslagpunt van binge-watching terug naar healthy content? Naar dat 2-3 keer in de maand. En dan ook echt met elkaar tijd nemen om naar een goed verhaal te luisteren of te kijken. Dat is voor ons wel een spannende. Er zijn zoveel grote partijen. Ja. Wanneer zijn mensen erin? Maar we zijn daarin zo klein dat we, en zo bescheiden. Maar je kunt wel met mensen het gesprek aangaan en goed luisteren waar de behoefte ligt daar. Dus wij herkennen ons heel erg in jouw verhaal, hoor. Het is een inspirerend verhaal van een dienst leveren met niet alleen maar kijktijdmaximalisatie. Dat is echt een enorm commercieel prikkel. Mensen zo lang mogelijk vasthouden zodat ze niet weggaan bij je dienst. Maar bij de publieke omroep herkennen we het veel meer op impact. Ja. En verhalen willen vertellen waar mensen over praten met elkaar. Ik vind de community vorm die jullie kiezen vind ik echt heel inspirerend verhaal. Kwaliteit van kijken als metric. Ja. En bij jullie bij de klassieke muziek is dat natuurlijk. Als je het kan voor klassieke muziek, zou je het dan ook kunnen uitbreiden naar andere soorten muziek eigenlijk. Het is Symfonische muziek op dit moment. En dat doen we dus juist zodat mensen precies weten wat ze gaan krijgen. En omdat daar heel grote community zal zijn in de hele wereld daarvan. Dus ik denk niet dat wij in het komende jaar al gaan ons bewijzen. Met die orkesten samen en met onze eigen abonnees samen ook beginnen aan het bouwen van een community. En ik hoop dat, consolidatie, het gaat wel gebeuren. Maar je ziet ook dat er al verticale geïntegreerde bedrijven zijn. Weet je, als je kijkt naar Disney heeft gewoon alles. Sport, et cetera, weet je wel. Amazon is daar ook mee bezig. Netflix is daar eigenlijk ook al mee bezig. Dus die grote partijen die gaan zich verticaal integreren, zoals dat heet. Dus dan heb je zeg maar alles wat je nodig hebt, heb je al. Dus wat is er dan nog aan consolidatie daarna, weet je wel? Dat is er bijna niet meer. Nee, niet voor de Netflix, maar het staatje. Het is super interessant. Helaas moeten wij hier afronden. Ik wens jullie vooral heel veel succes. Dankjewel. Jullie drieën. En Sjoerd natuurlijk heel veel succes met nieuwe onderzoeken. We gaan het vanaf nu veel beter kunnen zien wat er allemaal gaat gebeuren. Dus, houd het in de gaten. Ja. Heren, heel erg veel dank. Dankjewel. Dank. Dankjewel. Dank.